Hallo, my name is Joe en welkom bij een nieuwe video. Deze keer van Oddworld New and Tasty, ook beter bekend als Oddworld Apes Odyssey van eind jaren 90, denk ik zelfs. Een heel bekende game, een platformer in de eerste plaats. Gemaakt door... De firma heet Oddworld Inhabitants momenteel, maar... ja, zij hebben ook samengewerkt aan de remake eigenlijk, voor de consoles dan. En die zou ook naar PC dus komen, dacht ik toch. Overal zijn. Voilà. Nu weten we direct waar dat die zitten. Chanske. Maar deze remake is dus gemaakt door Just Add Water. Spelen met Ape. Een mutken, dacht ik, die net zoals de rest van zijn ras eigenlijk in de slavernij leeft. Grotendeels toch. En hier in Rupture Farms, dus waar ze en masse produceren, moet werken. En ja, niet de hoogste posities eigenlijk bezit van... in het bedrijf. Nu, de bedoeling is dus om je ras te redden, te bevrijden. En dat kan dan dus op verschillende manieren, want het is dus de bedoeling om hen via bepaalde procedure te bevrijden. Ik zal dat zo dadelijk wel tonen, maar... Je ziet al direct hier dus dat er, dus in het begin van het spel nog, dat er ook bewakers rondlopen. En hier werd zo aangegeven van, ja, je kunt eigenlijk voorbij die sleeping slig, slig, om daar voorbij te sluipen met L1. En dat is mogelijk, maar wat hij ook bijvoorbeeld kan doen, is gewoon je chant mogelijkheid gebruiken. En dan wordt hij gek. En dan kunt je eigenlijk gewoon het vuile werk laten opknappen voor u door hem. Dan gaan we naar die hendel, hup. Dan kunnen we zelfs ook andere bewakers gewoon neerschieten. Hier ziet je zo'n andere mutken toevallig. Dat is een andere slik. Schieten we gewoon neer. En dan, uiteraard, blazen we deze op. Alsjeblieft. En dan gaan we nu meteen onze eerste mutken bevrijden. Deze hendel overhalen in het begin van het spel is een zeer slecht idee, want zoals je ziet staat die mutken... op een platform dat kan openklappen. En ja, mijn instinct, toen ik de eerste keer het truc begon te spelen, dacht ik direct van, oh, een hendel, gaan we overhalen. Ja, en daar viel hij dan. Kreeg ik direct ook een trofee voor, een trofee trouwens, door zeer veel mensen is gehaald, dus iedereen heeft precies wel die neiging van die hendel over te halen, maar niet doen dus. Je ziet hier nog eens duidelijk staan hoeveel matkens er dus zijn die we moeten redden. 299, nog 0 casualties, 0 escapees. De bedoeling is om dat middenste cijfer op 0 te houden en de onderste cijfer zo hoog mogelijk te krijgen. Logischerwijze. Dus nu moeten we communiceren daarmee. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. Ik zal daarvoor even naar Gamespeak gaan. En op Gamespeak zie je direct wat de verschillende opties zijn. Dus er zijn met de D-pad 4 opties standaard, met R2 erbij nog eens 4. En dan L2 en R2 is uw superbelangrijke chant. Dus dan, om deze mee te krijgen zeggen we eerst... En dan zeggen we... Voilà. En dan gaat hij mee. En dan gaan we hierop. Voor alle duidelijkheid, ik kon het ook allemaal gedaan hebben zonder die slicks afgemaakt te hebben, maar... Dat zijn zo'n smeerlappen, dus ik kloot daar graag een beetje mee. En dan hier, als je dat portaal ziet met van die vogels, dan moet je dus die chant-mogelijkheid gebruiken. En dan kunnen zij daardoor ontsnappen. En dat zijn onze eerste twee escapees in Oddworld New and Tasty. Nu, ik zei het, we zitten nog maar in het begin van het spel. Later komen er meer mogelijkheden bij, zoals het bereiden van een bepaald dier. Want ja, je ontsnapt dus wel degelijk al redelijk vroeg in de game uit het bedrijf. Maar je keert ook terug om dus wraak te nemen. Dus er zit wel wat dynamiek in. Het is de bedoeling om inderdaad toch een soort van rond verhaal te brengen. Hier ga ik weer hetzelfde doen. Als je trouwens meerdere van die mutkens hebt staan, dan zeg je gewoon... Voilà, dat was dus de... Links op de D-pad en dan opnieuw. En nu volgen ze weer. En er staat zelfs een vierde, maar hier ziet je dus nog eens duidelijk in die directory. Voilà. Dus het aantal employees en dan die zoo-like 1, 2, 3, 4. Voilà, dus er zijn nog altijd een zoo-like 1, excuseer. Deze 4 hebben we ook. Hop, easy peasy. Terug naar boven. En verder. Je kunt ze ook dus in vallen lokken, die slicks. Zo dus.
Dat is het grappige, hè. Je hebt wel degelijk zo'n controle, je hebt wat macht wel over die bad guys. Je voelt je niet machteloos en dat maakt het wel leuk. Het is op zich nog altijd eigenlijk een zeer entertainende platformer. Eerst hallo. Zullen... Ja, allemaal gewoon. Zo, beter. Wait. Hier moeten we dus een puzzel oplossen. Dus er komen altijd wel meer en meer mogelijkheden bij om niet alleen zelf te sterven, maar ook om Slicks te doen sterven. Eens kijken wat ik het kan doen om ze alle twee door het platform te krijgen. Oh, oh. Is niks. Die andere die gaan we gewoon zo afmaken. Die wordt gewoon gek. Ah. Daarmee kunnen we ook trouwens zo communiceren, hè, zoals je ziet. Dan kijk, hè. Sukko. Opgelost. Hop. Hetzelfde weer. Voilà. En de deur. Psh. Tegen de muur. Hop. Dat stond hier trouwens ook weer aangegeven. Je kan ook... ja, ik dacht altijd dat het vroeger steentjes waren, maar het zijn dus... vijf flesdopjes die je kunt gooien om ook vijanden zo af te leiden. Hebben we niet meteen nodig? Kan, hoeft niet. Hier wordt al iets moeilijker. Opnieuw, hello. Follow me. En gewoon doorlopen. Dan gaan we weer een stapje verder. Kijk, de stoom hier heeft nog niet veel nut, maar hè, in deze donkere stukken kunnen we ons verbergen. Zodat bad guys hier patrouilleren, dan lopen ze ook door de stoom en zien ze ons niet. Misschien niet erg realistisch, maar opnieuw, hè, qua gameplay klopt het allemaal wel. Voilà. Kijk, daar zie je hem. En hij gaat zo perfect staan ook op dat platform, zoals je ziet. Even wachten. Voilà, ik zeg al direct wait. Dat die Mudkun blijft staan, want wat ik dus moet doen is achter die Slick meesluipen. Op de platform erboven springen. Sluip. En dan als zij op dat platform gaat staan, gebeurt dit. Voilà, dat is opgelost. En nu kunnen we weer hetzelfde doen. Allemaal gewoon. Volgen. Yep. Hopla, erdoor. Voilà, zij. Opzet 3. Checkpoint. Dat zijn dus checkpoints, dat was misschien al wel opgevallen. Dit is nog iets anders. Die mijnen, dat zijn ook dexterity puzzles. Dus dat wil zeggen op het juiste moment dan drukken op vierkantje om die te deactiveren. Zo. Toch altijd spannend. Zitten er hier nog? Kijken. Nee, dat is de volgende checkpoint. Dus, hetzelfde weer. Wacht, hè. En dan deze ook nog. Voilà, die vogels gaan even wel verdwijnen. Ze komen terug. En dan weer in gang steken. Erdoor. Hoeveel zouden we er nu al bevrijd hebben? Dat is misschien een goede vraag. Oh, time to jump. Haha. Opletten. Daar zit er een. Zet u maar onder de gehaktmolen, jongen. Oké. Dan naar boven. Hup. Zo. Opnieuw, hier kon ik ook weer kiezen. Hè. Ik kon hem even goed ook laten chanten. Enfin, gechant hebben. Hem bezeten hebben. En hem dan bijvoorbeeld hier in die put gewoon gooien. In die machine. Daar ik ook trouwens. Oppassen. Ik moet oppassen op mijn sprong. Hop. Checkpoint. Nul casualties. So far so good. Hier gaat het al wel iets moeilijker. Zo. Kijk, je ziet hier ook een mijn zitten. Hier kunt je weer kiezen, want er zit verderop een slik. Je kunt de mijn hier activeren, laat me dan zeggen. En dan erover springen als hij je achtervolgt, zodat hij in de mijn loopt.
is een van de meer tricky mogelijkheden, maar het veiligste lijkt me nog altijd van gewoon te chanten. Dat is altijd het leukste ook, want op die manier zijn ze wat gedestabiliseerd, dan lopen ze rond gelijk een kalf. En dan bezit je ze uiteindelijk ook. Want je ziet hier ook opnieuw, hier zitten er een paar. En ik kan die onmogelijk meebrengen met mij. Als die slik erbij zit, want als je dus begint te communiceren in zijn bijzijn ook, als je zegt, hallo, volg mij, dan wordt die wakker en dan in, ja, heb je sowieso problemen. Dus wat dat we gaan doen, is lopen. En dan misschien ook op... Oh, shit. Niet dus. Gelukkig checkpoint, dus nog altijd nul casualties. Ik wil dat echt zo houden. Waarom liep ik recht met dat ding? Niet de slimste move. Oké. Okay. We gaan het nog eens proberen. Opgepast. Zo. Dit nu. Zo. Hop. Hey there, bitch. Hop. Help me. Help me. Help me. Idiot. Wat doen we daar nu mee, jongens? Wat doen we daar nu mee? We kunnen eigenlijk niet veel doen. We kunnen wel de hendeltje al openhalen voor ons. Hiermee gaat die deur open. De gehaktmolen maar inspringen zeker dan. Yep. Slikpuree. Yep. Deze hendel overaan is trouwens ook een bijzonder slecht idee, want zoals je ziet valt er uit die tube boven die matken zo'n heleboel vettigheid. Ja. Zo dat doen, dan vallen er eigenlijk karkassen gewoon recht op zijn hoofd en dan is het ook om zeep. Dus... we gaan ze weer bij elkaar roepen. Nu doorlopen. En ze lopen ook snel mee, relatief snel, dus gaat allemaal vlot. Volg maar. Deze twee ook. Eigenlijk hoeft het niet, want die lopen zo direct, sowieso eigenlijk direct in dat portaal als dat gelukt is. Hup, dan zullen we hier eens ingaan. Iets verder nog in Rupture Farms. Ja, de ontsnapping zelf is niet veel verderop eigenlijk al, maar... om natuurlijk nog wat voor jullie verrassing te houden... wil ik ook niet alles tonen, wegens tijdsgebrek. Want het zeer coole element is natuurlijk dat de game volledig gratis uit is deze maand voor wie PlayStation Plus bezit. Moet ik zelfs niks doen. Hop. Voilà. Easy peasy. Terug. Hey. Dus wie graag deze game nu wilt spelen, de klassieker destijds heeft gespeeld en zegt van oké, het is het moment van hem nu terug te beleven in full HD. Want alles is eigenlijk volledig geremasterd zoals je ziet. Is het nu de moment. En ja, voor wie dat eigenlijk nog nooit heeft beleefd, shame on you. Eerst en vooral. Ja, hier moet ik wel door. En ten tweede, ja, haal hem gewoon binnen, want het is echt een klassieker gewoonweg. Er zijn een heleboel Oddworld games nadien nog gevolgd. Maar Oddworld Apes Odyssey, remake is dus genaamd New and Tasty. Ik had dat moeten aangepast hebben. Shit! Is nog altijd wel in mijn ogen de beste game van ze allemaal. Omdat het gewoon daarmee ook begonnen is en ik heb daar ook de fijnste herinneringen aan. Voilà, terwijl wij onze lift naar beneden nemen, gaan we hier stilaan afsluiten met onze Oddworld New and Tasty Let's Play. Voor meer video's kunnen jullie altijd subscriben. Als jullie een reactie willen achterlaten, kan je altijd mij vinden op Twitter, Facebook of je zit gewoon hieronder iets onder deze video. En wat mij betreft, graag tot een volgende keer. Bye bye!